Harry Potter en het vervloekte kind. Het 8e boek in de Tovenaars bestsellerserie is verkrijgbaar in het Nederlands. En wij zijn er vanavond bij de boekrelease in De Bilt. En er zijn er ook een aantal gasten die al prachtig verkleed zijn en er vanavond ook bij zijn. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Er gaat vanavond een toneelstuk opkomen. En mijn juffrouw speelt Hermeline daarin en daarom zijn wij gekomen. Van vrijdag 18 op zaterdag 19 november waren er in De Bilt zo'n 40 Harry Potter fans die om middernacht het allernieuwste Harry Potter boek kwamen kopen. Theater in het Groen vermaakt het publiek met een paar scènes uit het boek waarbij de 37-jarige Harry Potter vader is van Albus, die worstelt met een familieerfenis waar hij nooit om gevraagd heeft. Jij hebt tenminste een vader. Ik had nog geen, oké? Je dacht dat dat ellendig was. Ik dacht het dus eventjes niet. Wil je me dood hebben? Ik had alleen gewild dat je mijn vader niet was. Nou, en soms had ik gewild dat jij mijn zoon niet was. Wanneer het verleden en heden dreigen te versmelten, leren zowel vader als zoon dat duisternis soms uit onverwachte hoek komt. Hoe is het voor de acteurs om een van de hoofdpersonen uit het boek te spelen? Een moeilijke, maar ook vrij leuke rol. Want hij heeft eigenlijk scheid aan iedereen. Hij mag zijn vader niet eigenlijk. Hij zit op die school omdat zijn vader erop heeft gezeten. Harry is enerzijds rebels. Hij is ontzettend slim en snel. Maar hij heeft ook een kant waar hij soms meerdere moet erkennen in mensen om hem heen. En dat kan hij ook wel toch wel opbrengen. Patju wat wilde opscheppen, hoe heeft hij het ene met het ander gemengd. En nou heeft hij kennelijk geen wenkbrauwen meer. Maar wel een hele grote snor. Die hem niet staat. Beetje laat als je 40 bent, maar... Je was fantastisch. Als dank kregen de acteurs als eerste het boek uitgereikt. Eén keer een hartelijk applaus voor deze mensen. Wat vond je van het toneelstuk net? Leuk. Wel leuk om dan ook het boek te kopen en dan eerst nog een stukje ook te zien van het toneelstuk. Iets voor 12 uur middernacht werden de boeken tevoorschijn getoverd en ging de verkoop van start. 3, 2, 1, ja! Zodra ze het boek gekocht hadden, konden de diehards hun hart ophalen met de Nederlandse versie van het verhaal. Ik ben hier niet om tegen schenen te schoppen, maar mijn zoon is in tranen en ik ben zijn vader. Dus kom ik vragen waarom je per se twee goede vrienden van elkaar wilt scheiden. Super, ik vond het echt een voor herhaling vatbaar. Maar ja, of er nog een Harry Potter ooit komt, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. Het is zover, het is 12 uur geweest en het nieuwste boek, Harry Potter en het vervloekte kind in de Nederlandstalige versie is uit en de fans kunnen eindelijk gaan lezen. Ik ben ook heel erg benieuwd, want ik ben ook een enorme fan, dus ik kijk ook uit naar het nieuwe verhaal.